Ja, het was natuurlijk hartstikke goed weer, dus ideaal om lekker de hort op te gaan, om lekker bands te gaan kijken. En dat kon vandaag ook prima. En dan een van die podia, tijd om die eens te laten zien, het Spanjaardschat. Met daar op de bühne een man die een beetje Prince en een beetje James Brown kanaliseerde. En ja, daar horen natuurlijk hele mooie dance moves bij. En het is een showman in hart en nieren, die werden ook met deze temperaturen uit de kast gehaald. Jared Grant. Vertel me, deze stijl muziek, hè? Het is toch wel apart van een jonge gast dat hij dat speelt. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Ja, eigenlijk ben ik ermee opgegroeid. Dus echt van als klein jongetje hoor ik deze muziek eigenlijk al, altijd. Dus bij mijn oma, er werden gewoon van die oude platen werden dan gedraaid. Van jaren 60, jaren 70, jaren 80. En eigenlijk is met een paplepel ingegoten eigenlijk. Nee, wat vinden jullie van? Oh, dit is echt waanzinnig! Ja? Wij hebben een keer zien spelen in Café Miles. Ja. En dat was zo'n waanzinnig feest. Dus toen we zagen dat hun hier op gingen treden, waren wij er al te kippen bij natuurlijk. Wat vind je zo leuk aan deze muziek dan? Dit is muziek vanuit het hart, vanuit passie. Dit is echt muziek. Ja, dat is goed. En kijk dan zelf hoe ze dansen. Eén groot feest. Wat vind jij er zo lekker aan dan, aan deze muziek? Waarom pakt jou dit? Het organische. Er wordt echt een verhaal verteld. En ik weet, in mijn gevoel leeft de muziek ook echt. Er waren toen nog geen computers, dus heel vaak hoor je van die schoonheidsfoutjes hier en daar. Kleine dingetjes, maar die het wel menselijk maken. En ja, ik vind dat vooral heel mooi aan de muziek. Heeft deze muziek nou ook met jazz te maken, vind je, wat jij speelt? Ik denk dat de roots uiteindelijk van de soul en de funkmuziek komt wel vanuit de jazz. Charlie Parker, zit dat er niet in? Ja, ook. Maar dat is wel anders. Die funk is wel later gekomen door een James en Sly en Family Stone. Maar de akkoordenprogressies en dingen zijn vaak toch wel van de jazz. Mensen deden goed mee, mensen dansten heel leuk mee. Dus een goede participatie. Dat is niet altijd zo, maar hier was het wel echt spot on, te gek. En maakt het nog verschil of je nou hier staat of dat je ergens anders staat? In een ander festival? Nee. En I got a you, Jared Grant, geïnterviewd door Michael Adriaansen. En check ook zeker zijn eigen muziek die hij maakt, want ja, nu hoorde je hem James Brown zingen, maar zijn eigen liedjes zijn ook heel erg tof trouwens. Breda Nu.